Met Roos Oosterbaan en Martijn Rosdorff. Welkom bij Kamer Breder, een serie radioprogramma's over politiek en samenleving. Vandaag in Kamer Breder gaan we naar verhalen luisteren van mensen die op hun manier de samenleving beter maken door hun eigen verhaal te vertellen. Ja, het is kerst vandaag. Misschien hebt u de koning gehoord. In zijn toespraak had hij over het grote belang van het verhaal. Naar elkaar luisteren. Ja, lector diversiteitsvraagstukken Machteld de Jong geeft de koning groot gelijk. Het uitwisselen van verhalen, laten zien van, ja, maar hoe heeft mijn leven eruit gezien? En wat kom ik tegen? En hoe is het om een zwarte vrouw te zijn of een hetero man? En wat betekent uit de kast komen? En wat voor reacties krijg je dan? Of wat doet het met je als je in een rolstoel zit? Dus het delen van verhalen is super belangrijk. Als je bereid bent te luisteren, dan zie je ook de overeenkomsten. Nou, wij zijn in ieder geval bereid om naar elkaar te luisteren het komend uur. Naar de verhalen van cabaretière en actrice Yatima Turin. Zij bracht haar publiek decennia lang het perspectief van mensen van kleur bij. Maar nu gooit ze het over een andere boeg. Welkom, Yatima Turin. Hallo. Keesje van der Klooster. Welkom, Keesje. Met jouw bedrijf probeer je mensen in een rolstoel zelfstandiger te maken. Zou je ons eens één gouden tip willen geven die jij aan jouw deelnemers vertelt? Nou, wat ik eigenlijk hoop te beogen is dat ze voelen dat ze er mogen zijn. En soms zeg ik dat ook, maar uiteindelijk denk ik dat we dat het meest doen door hoe we met de mensen omgaan. Ja. Rick van der Made, welkom ook. Jij stond voor de klas als docent. Je werkt in de TBS-industrie, maar in de TBS-wereld misschien beter zeggen. Je bent dichter en je maakt nu de wereld een klein beetje beter. Tenminste, dat is de bedoeling voor LHBTI'ers als hoofdredacteur van de Gaykrant. Ja. Welke van die genoemde activiteiten levert nou het snelst resultaat op? Dichten? Het hoofdredacteurschap. Het hoofdredacteurschap van de Gaykrant. Gaan we zo meteen op inzoomen. Ja, en ook Jessica Larive, zij zetten zich als Europarlementariër in voor emancipatie. En nu coacht zij vrouwen in bedrijfsleven via een videoverbinding. Fijn dat u erbij bent. Kamer Breder. Welkom bij Kamer Breder, waarin we bezig zijn te bewijzen dat verhalen een van de krachtigste wapens zijn in de strijd voor diversiteit en gelijkheid. Ja, Jessica Larive spreekt vrouwen aan. Jij met jouw bedrijf Rolstoelers. Zie je ergens een overeenkomst tussen die twee groepen? Nou ja, ik vind het wel mooi wat mevrouw zegt. En als het erom gaat, je moet vooral ook je eigen kracht vinden. En in mijn werk, ik ben zelf 21 jaar geleden in een rolstoel terechtgekomen. Nou, dan stort je hele leven in, zeggen mensen. Ik weet nog dat in mijn revalidatieperiode de verpleegkundigen zeiden, jij kan niet zo vrolijk zijn, de klap komt nog wel. Oh, ik zeg, gezellig, ja. Dus ik voldeed toen al niet aan het verwachtingspatroon. En dat verwachtingspatroon is me eigenlijk gaandeweg steeds meer gaan fascineren. En, dus het gaat om dat verwachtingspatroon wat misschien bij vrouwen en bij mensen met een handicap anders is? Nou ja, is? Tegenwoordig is de term stigma bijvoorbeeld wordt gebruikt. Een verwachtingspatroon zou je een stigma kunnen noemen. Wat mevrouw Lefevre zegt. Larive. Dat het uiteindelijk. Iedereen kan van alles van jou vinden, maar jij moet het gewoon doen. En als jij in je kracht staat, dan kom je een heel stuk verder. Wat ik geleerd heb eigenlijk in die tijd. Ik kwam erachter, er is stelselmatig een laag verwachtingspatroon van mensen met een handicap. En ik zeg dat uitzicht nog niet eens in het hulpaanbod alleen, maar vooral ook in de bejegening. Dus je wordt onderschat als mens. De grootste aanklacht die mensen met een handicap vaak hebben is, ik word aangesproken alsof ik een kind van 5 ben en ik weet niet of ze beseffen dat ik al volwassen ben. Hoor jij dat ook terug bij de mensen die jij coacht of training geeft? Het is bij ons tijdens de training helemaal geen issue. Omdat dat, als we daarop gaan focussen, alles groeit wat je aandacht geeft. Dus ik probeer op hele andere dingen aandacht te leggen. Maar ja, wat ik eigenlijk zie is dat die onderschatting van wat je kan, die komt voort uit onwetendheid. Als je onderschat wordt, is de kans dat je overgewaardeerd wordt ook vrij groot.
Ja, dat is voor mij een cocktail die zelfvertrouwen en eigenwaarde ondermijnt. Als jij continu ergens geconfronteerd... Oh, dat kan je niet, dat hoef je niet te doen. Maar het overgewaardeerd is... van, goh, knap hoor, dat jij... Ja, wat ik zeg altijd, de meest toonaangevende is... als ik op het terras zit een biertje te drinken... en dan zegt iemand, goh, wat goed dat je er bent. Ja, ik bedoel, dit is wel het minste wat ik kan. dus dat is een... Ja, ik noem dat dan de cocktail die zelfvertrouwen en eigenwaarde ondermijnt. Want jij zei net, toen jij jou vroeg van... Wat is nou het belangrijkste wat jij misschien de mensen die jij traint probeert mee te geven? En dat is nou ja, vertellen dat ze er mogen zijn. Vertel eventjes wat jij precies doet met jouw bedrijf. Dat is misschien goed om te weten. Ik geef rolstoelvaardigheidstrainingen onder andere. Dat is één van de dingen. Maar uiteindelijk, het is helemaal niet mijn doel om iedereen in Nederland rolstoeltraining te geven. Ik zie het veel meer iets als de norm verleggen wat we doen. Als ik heel even terug mag komen op waar ik het net over had. De zelfvertrouwen en eigenwaarde worden veelal ondermijnd. Dat kan ook resulteren in een misplaatst zelfvertrouwen. Dat wil ik er wel bij gezegd hebben. Maar John Foppe is een Amerikaan zonder armen, geboren zonder armen. Die heeft een hele mooie uitspraak. En die zegt, self-esteem and self-respect is the fuel that keeps us going. And without it, we give up. En precies dat kom ik tegen, heel veel in mijn doelgroep. Dat zijn mensen die eigenlijk gaan leven naar dat verwachtingspatroon, naar dat stigma. En in dit geval gaat het om mensen met een handicap. Maar ik denk dat je daar iedere minderheidsgroep die onderhevig is aan een stigma. En of dat nou vrouwen zijn die denken dat ze aan dat stigma moeten voldoen. Ik zie heel veel mensen die denken dat ze daaraan moeten voldoen. Dat ze niet meer zijn dan het beeld wat bij ze neergelegd wordt. Maar we hebben het vandaag ook over van hoe... Hoe krijgen we dat anders? Hoe keren we dat? Hoe probeer jij dat nou concreet te keren? Nou, concreet. Ja. Ik blijf terugkomen bij mijn basis. Ja. Want daar komt hij eigenlijk. Uiteindelijk gaat het er voor mij om: voel je zelf een gehandicapt mens? Of voel je een mens met een handicap? Kijk, ik kan er niet onderuit dat ik in een rolstoel zit. Dat er dingen zijn die ik fysiek gewoon simpelweg niet kan. En hoe ernstiger die fysieke beperking is, hoe meer daarmee geconfronteerd wordt natuurlijk. Maar ik heb door al die jaren heen geleerd dat je vooral vanuit jezelf moet gaan kijken. Wat is het wat ik wil? Kies je voor die passieve keuze? Ga je alles buiten jezelf leggen? Of ga je aan de slag met jezelf? En ik denk dat als je dan vraagt, wat doen jullie dan? Ja, ja dat is op een bepaalde manier met mensen omgaan tijdens onze trainingen. Kijk, het trucje rolstoelrijden, dat zou je bij wijze van spreken iedereen kunnen leren. Maar waar wij tegenaan lopen is mensen met een enorm laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, veel angst, allemaal gevoed door een stigma. Door de beeldvorming van mensen om zich heen die handicap niet hebben. Die denken, god, wat erg als ik het zou hebben. Ik heb ze wel eens gehoord, misschien jij. Ik weet niet of ik nog zou willen leven als ik het zou hebben wat jij hebt. Ja. Even voor de luisteraars, een aantal weten niet. Roos Oosterbaan, die zelf zit ook in een rol. Dus en een zeer verdienstelijk Paralympiër. En dus, ook viervoudig Paralympiër. Ja, ja, ja. Medailles om de nek allemaal. Ja. Maar zij krijgt ook te horen van, ja, wat knap dat je hier op het terras zit om een biertje te drinken. Ja, dat is toch werkelijk. En dat is in principe, lijkt het een beetje een goed bedoelde... Het is niet verkeerd, maar niet alles wat goed bedoeld is, heeft het juiste effect. En daar moeten we goed met z'n allen over nadenken. De mooie anekdote als je het hebt over verhalen. Mijn vriendin die hebben thuis nooit een auto gehad. En op het moment dat ik mijn eerste autootje had, wilde zij mij verrassen op zondagochtend. En ik was nog niet buiten. Toen zij buiten bezig was mijn auto te wassen, kwam ik buiten, zag ik er met dat gele sponsje, met de groene kant, de vliegen van mijn motorkap afboenen. Ja. Hoef ik verder niet veel bij te vertellen. Was allerbeste bedoelingen, maar... Ze heeft mijn auto beschadigd. Goede bedoelingen, de weggeerde Rick van der Maanen wil even wat zeggen. Wat wilde jij? Nou, ik moet wel denken aan die beeldvorming. Hè, waar jullie het over hadden. Dat toen Maurits, onze medewerker, een andere jongen in een rolstoel, ook homo, interviewde. Die naar de Pride ging in Amsterdam. Werd hem gevraagd van, hey, wat doe jij hier? He, dus met andere woorden, je staat in de weg he, met je rolstoel. Niet wetende dat iemand in een rolstoel ook gewoon homo kan zijn natuurlijk. Of bi. Of, het zijn of net mensen. Maar dat is ook zo'n anekdote. Ja. Kees-Jan, kan je die voordelen die blijkbaar leven wegnemen als je mensen leert om zelfstandig te zijn, meer zelfvertrouwen te geven? Iets wat jij dus met jouw bedrijf probeert. Nou, heel concreet, stoepje op, stoepje af, achteruit de trein, dat soort dingen. Dat is handig, vooral. Ja. Maar ik denk dat het meest ontwapende wat we doen is gewoon met deze mensen gewoon omgaan als mensen. En ik merk het bij mijn kinderen die ik lesgeef. Ik merk het bij volwassenen. Maar het klinkt nog een beetje gewoon omgaan. Want
Ja, het klinkt even, maar dit is het. Ga de menselijkheid vinden. En ik denk, wat ik geleerd heb, een van de meest waardevolle dingen die ik meegekregen heb in mijn afgelopen tijd, is een opleiding aan de Cruijff Instituut. Waar een master in coaching, en ik noemde dat een leer jezelf kennen opleiding. En Cruijff heeft het motto, je kan pas iemand anders coachen als je jezelf goed kent. Nou, daar ben ik mee begonnen. Uiteindelijk werk ik vanuit mijn hart met liefde. Dat is belangrijk, dat je de mensen de liefde kan geven in wat je doet. En uiteindelijk gaat die mensen het zelf moeten doen en moeten inzien dat hij er mag zijn of zij er mag zijn. En je geeft ze misschien ook een beetje een schop onder hun kont, of niet? De meesten hebben handvatten nodig en sommigen hebben een goede schop onder hun kont nodig, zeker. Ja. Maar de meeste omdat ze, nodig. Omdat beetje ze zo lang moeten. Zijn verkeerd of slecht zijn behandeld natuurlijk. Omdat ze zo lang het gevoel hebben gekregen van je ik kan deug een keuze niet. Maken, maar ik denk dat we niet voorbij moeten gaan aan het psychologische effect wat een stigma heeft. Op het moment dat iedereen continu op je in, en zeker als kind, als je opgroeit, laat mij maar, het is makkelijker als ik het doe. Ik help je wel even. Je moet dus hulp proberen af te wijzen. Soms krijg je bijna ruzie met iemand omdat je hulp afwijst. Zal ik je boodschapjes even inpakken? Ja. Dit is de eerste keer dat ik ooit met Roos ruzie heb gehad. Toen wilde ik iets in de rugzak stoppen. Nou, ik kreeg toch op mijn donder. En ja, nou ja, maar toen kende ik er pas 2 weken, dus daarna ging het goed. Dan is Roos een felle. Persoonlijk, ik ben er heel blij mee geweest. Ik ken daarin verschillende reacties. Er zijn mensen die heel pittig reageren. Persoonlijk probeer ik het ludiek te doen. Beter. Er zijn gewoon wat dat betreft verschillende mensen. De ene vindt het fijn om hulp te krijgen. Mijn devies is, probeer zo min mogelijk de vraag, kan ik je helpen, te stellen aan gehandicapte mensen. En als je hem stelt aan mensen met een handicap, dan is het nog tot daaraan toe. Die verweren zich wel. Die hebben zelfvertrouwen en eigenwaarde. Maar die gehandicapte mens, waarvan ik zeg, er zijn er te veel van in Nederland. Ik wil meer mensen met een handicap in het land zien. En die gaan vanzelf die beeldvorming veranderen. Net zo goed als dat vrouwen of LGBT of van een andere etniciteit. Er zijn er genoeg die succesvol worden omdat ze in hun kracht staan. En ik denk dat daar voor mij de basis ligt om die mensen in hun kracht te zetten. En de rest doen ze zelf. Je kan ze zoveel tips geven als je wil. Ze moeten het zelf vinden. Ik denk dat elk steentje bijdraagt. Wat Jetty ook doet, hè, met haar verhalen. En wat Kees-Jan doet met zijn verhalen. Ja, ik denk dat het is natuurlijk heel mooi om met deze 3 mensen hier, hè, die naast mij zitten, om die verhalen juist van die minderheden is te horen. Hè? Vrouwen, kleurlingen en rolstoelers en LHBTI'ers dan vanuit mijn kant. Maar dat is natuurlijk prachtig om dat eens een keer bij elkaar te hebben. Ja. Ja. We schakelen weer heel kort even naar Spanje. Want Jessica Larive die wil graag ook wat zeggen. Ja, Henk, zijn jullie ook bezig met de schoolboeken en met de kinderboeken? Je hebt het tegen Rick, hè? Ja. Nou, ik heb toevallig net Edward van de Vendel geïnterviewd. De young adult schrijver. Ja. Die heeft een podcast. Die is net een podcast begonnen. Gloei, naar aanleiding van zijn boek. Dus daar zijn we heel erg. Ja, je ziet dat daar het enorm toeneemt. Maar ja, het kan altijd beter. En dat geldt natuurlijk ook voor jeugdboeken als het gaat over kleur. Minder zichtbaar is. Mensen in een rolstoel. Ja, Jan Kees, je zit er met een. Het is leuk dat u dat vraagt. De boeken ik weet niet of ik hem kan laten zien. Dat, ja hoor, als je hem stilhoudt, dan vangen we hem wel uiteindelijk voor de camera. Dit is, vertel wat je hebt. Dit zijn Sam en Sarah. En met als ondertitel Je kunt meer dan je denkt. En dit is een stripboek wat wij hebben uitgebracht, eigenlijk om kinderen met een handicap een hart onder de riem te steken. Het is een stripboek wat gaat over 2 kinderen in een rolstoel, waarin de ene wat geëmancipeerder is dan de andere. En uiteindelijk wordt Sam mee op sleeptouw genomen door Sarah. En gaat hij beter leren rolstoelrijden. Maar groeit hij vooral ook in zijn leven. En dat, ja, dit is een strip die gaat over samenspelen, over doorzetten, over omgaan met tegenslagen, pesten. En we hebben dit geprobeerd te vatten. Dus grappig dat zeg even, welke uitgever is het voor de mensen die het willen opzoeken? Sam en Sarah? Ja, het is te vinden op samensarah.nl of Samen Sarah. Dat kan ook zijn. Ja, samen. Ja. Je moet het wel durven. Hè? Je moet wel durven zeggen van, ja, maar ik ben Sylvana Simons en ik ga nu de Tweede Kamer in. Hmm. Kees-Jan, jij maakt natuurlijk net een grap. Maar als je zoveel dingen, zeg maar, als je tot zoveel categorieën minderheden behoort, heb je ook wel heel veel kracht nodig. Kijk, als je al die dingen, als je identiteit gaat zien,
Dan krijg je een pittig leven, denk ik. Ja, maar ja, de buitenwereld werkt niet mee natuurlijk. Want je kan het wel zelf niet als identiteit zien. Maar, maar ze zeggen tegen jou bij de bakker, Ik heb al 20 jaar een prachtig leven in een rolstoel. Met alle stigma's die daarbij hebben gezeten. Ik heb een aantal jaren een uitkering gehad. Gepoogd om aan werk te komen. Overal bij ieder uitzendbureau kon ik zo aan de slag voor mijn ongeluk. En nu zitten er een paar intercedenten zaten te kijken naar me. Ja, wat moeten we met jou? Ja. Dus ik heb dat ook gevoeld. Ja. En maar dan kan jij wel in je kracht staan. Maar als die mensen daar achter dat bureau bij dat uitzendbureau dat niet willen zien, dan. Ik zit hier toch? Ik ben hier. Ja. Ik heb een prachtige business of een organisatie opgezet die wat doet. Ik geloof dat we allemaal iets kunnen zijn en dat vooral vanuit jezelf moet komen. En ik gebruik het woord voorbeeld niet. Ik gebruik het woord voorleven. Dat kan ik zo. En dan gewoon simpelweg vanuit die kamer. En weet je, en een beetje liefde, man. Dat is niet zo. Een beetje liefde. Laat zien dat je van elkaar houdt. Het is in deze periode al zo dat we elkaar niet een brassa kunnen geven. Dat kan niet. Even voor die paar mensen die geen schaan aan tongo spelen en brassa's dan knuffelen. Dan moeten ze zich schamen, want brassa. Dat is een grapje natuurlijk. Ja, mevrouw La Rive vanuit Spanje, oud-Europarlementariër. Hoe hoort u dat als er gezegd wordt, ja, een zak geld, dat slaat nergens op. Het moet voorleven zijn. Nee, maar we hebben toch in het regeerakkoord afspraken gemaakt om die loonkloof tussen mannen en vrouwen beter te controleren. Overigens, hoe kan je in godsnaam een minderheid zijn als je de helft van de bevolking bent, hè? Ja. Die kinderopvang, hè, dat gaat nu de goede kant op. Tot 95%. En dat ouderschapsverlof. En dat vind ik superbelangrijk. Want mannen kunnen vanaf, ik geloof volgend jaar augustus, 26 weken ouderschapsverlof opnemen, waarvan 9 weken betaald. Laten ze dat dan ook doen, want dan heb je rolmodellen. Rick, jouw reactie graag? Ja, ik moet steeds, als ik witte mannen zeg, dan krijg ik vanuit mijn achterban altijd meteen commentaar. Want het zijn natuurlijk wel de witte cis-hetero mannen waar we het steeds over hebben. Laten we eventjes de term goed gebruiken. Blijf, ja. Nee. Wil jij nog reageren, Kees-Jan? We kunnen onszelf allemaal een identiteit aanmeten op basis van wat mensen om je heen van je vinden. Ik blijf erbij. Volgens mij, als jij weet wie je bent, welke de krachten je in je hebt. Ik heb dingen zien gebeuren. Ik had nooit gedacht dat ik aan tafel zou aanschuiven waar ik nu zou zitten. Ik kom uit een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen, Saamslag. Er komen hele grote mensen vandaan. Ministers aan toe. Echt waar? Noem er eens een. Ja, die is zelfs geboren in 1977, mijn geboortejaar. Of ze het goed doen, weet ik niet. Maar durf je niet aan te wagen. Ik laat het in het midden. We gaan het zo even googlen. Ja. Het laatste woord is aan onze lector Machtel de Jong. Die ons nog dit op het hart wil drukken. Het uitwisselen en het delen van verhalen is niet iets softs. Want heel vaak wordt gedaan een beetje thee drinken en praten. Maar dat is juist wat nodig is om elkaar echt te leren kennen en te begrijpen. Dus het is niet soft, het is juist heel erg moeilijk. Want door verhalen te delen en uit te wisselen moet je naar jezelf kijken. Je moet zelf ook iets teruggeven. En je wordt soms geconfronteerd met kanten van jezelf. Denk je, ik ben ook wel onverdraagzaam. Of zo heb ik dat eigenlijk nooit bekeken. Of waarom irriteert mij dit zo? Dus het is ook echt een heel reflectief proces. Ja. En nodig, denk ik. En zeker in een samenleving als de onze. Mevrouw Maturin? Ja, ik kan het niet anders dan eens zijn met deze mevrouw. Ja. Echt waar. Ja. Kijk Rick naar ook. Jezelf en ja. Rick zit ook te knikken. Ja, ik zit heel erg. Ja, hier moet je het mee eens zijn. Ja. Hoe meer mensen met een handicap in mijn geval, of hoe meer mensen die daar staan, mensen die homo zijn, mensen die van kleur zijn, als die zich manifesteren in de maatschappij, dan gaat die maatschappij zich vanzelf aanpassen. Ja. Ik heb eigenlijk nog één restvraag op deze mooie kerstavond. En dan, als ik dit gesprek zo hoor en de diversiteit die we allemaal hebben, en iedereen moet mee kunnen doen en voor vol gezien worden. Wat gaan we nou straks doen met die transgender van kleur in die rolstoel die ongevaccineerd is? Ja. We noteren hem. Volgende uitzending misschien. We gaan een andere uitzending over dit thema maken.